lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag en we leven op 18 april. Rijka is vandaag 9 maanden geworden. Dus ja, op naar de 10 en over 3 maanden is ze dus jarig. Ja, wordt ze een jaar. Dat ben jij helemaal mee in mijn sas. Ja, mijn meisje. Ze is lekker weer bezig. Hé? Rijka? Ga zo weg. Ja, we gaan zo meteen weg op de scootmobiel. En ik neem de GoPro 1 mee. Want die is weer opgeladen. Dus die gaat mee. En deze gaat mee. Deze, joh. Gaat ook mee. En het is 13:49. Ik ga eventjes... heel eventjes iemand verrassen als ze thuis zijn. Met een bliksembezoek op afstand, gewoon blijf buiten. Gewoon eventjes erheen en Rijka laten zien, want die hebben ze nog steeds niet kunnen zien door alle problemen. Al daar mag ik niet vloggen, maar ik wil ook eventjes kijken bij onze mama en papa Zwaan. Weten jullie nog van vorig jaar dat ik die heb gevolgd? Nou, gaan we natuurlijk weer even bekijken en bewonderen en kijken hoe Rijka daarop reageert, want dat is natuurlijk iets groots en ja, dat wil ik even weten en ik moet even nog langs iemand anders die beweert dat ze altijd thuis is. Als ze niet thuis is, dan liegt ze. Ik moet mijn sleutels terug, ik moet mijn geld terug. Als ze al deze vlog mocht zien, TIZT, dan weet ze wel waar, over wie ik het heb, ja. Dan voelt ze er echt aangesproken. Ik moet mijn sleutels terug. En mijn geld. Ja. Ik heb lang genoeg moeten wachten. Mijn geld, dat heb ik vorig jaar al, heb ik dat eindje geleend. En het wordt hoog tijd dat je het gewoon eens terugbetaalt. En mijn sleutels wil ik terug. Simpel, zijn mijn eigendommen. De laatste slag lag het best, meis. En dat ben ik. Ha. Maar oké, ik ga dus van alles en nog wat een beetje doen. En ja, bij degene voor de deur laat ik mijn koper gewoon lekker aan. Want daar gaat het om. Dat erop staat. Maakt me niet uit. Nee, moet ze maar eens een keertje over de ballen komen. En terugbetalen. En mijn sleutels teruggeven. En niet lopen de oude hoeren over mij. Maar ja, ze kunnen beter over mijn oude hoeren dan van mijn eten. Ja toch? En dat deed ze eerst. Weet jullie gelijk wie ik bedoel. Zonder namen te noemen. Wat ben ik toch netjes, hè? Ja. Maar oké, lieve vrienden, geniet ook van jullie dag. Ga ik verder ook doen met mijn lieve schat daar op de bank. Want daar is ze weer. Ze loopt van hop naar her. Maar in ieder geval, wij gaan straks lekker eventjes een stukje weg. Ja. En jullie mogen het meemaken. Ja hoor, helemaal niet erg. Het is gewoon leuk. Gewoon gezellig met me mee. Hé? Eeuwen te zeuren. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later.